What's up gasten, zet hier met vandaag de volgende episode van Online Soccer Manager. Vergeet van tevoren niet vast een like achter te laten, dat vind ik hartstikke chill. Dan gaan wij ondertussen door naar episode nummer 19 alweer. En die is tegen AR7179, een hele zware wedstrijd. En als we dit kunnen winnen, dat betekent dat we weer helemaal op de weg terug zijn. En anders, dan valt er misschien nog wat te sleutelen. Dit is het team waarmee hij speelt, en dit is het team waarmee ik speel. Niet heel veel veranderingen ten opzichte van de vorige episode, tenminste. Butland staat bij mij op de goal, en dat is zo'n beetje iets. Ondertussen kwam er even wat tussendoor bij mijn beeldscherm, dat uh, komt omdat mijn computer eigenlijk net is opgestart, dus ik moest eventjes uh, even wat wegklikken. Maar we gaan gelijk door naar de volgende wedstrijd ik hoop dat het geluid ook gelijk uitgaat dan maar, want de rest van de wedstrijden die zijn hier langs de zijkant. Ook hebben we vier nieuwe berichten die we zometeen gaan bewerken, dus dat gaan we zometeen mooi zien. We gaan ook gelijk naar de wedstrijd laten zien. Mijn computer is even iets trager, maar ik moet hem heel snel opnemen. Ik ben eigenlijk net thuis en de wedstrijd die, uh, is op het laatste moment nog gesimuleerd. En zometeen gaan we alweer door naar de volgende wedstrijden. Dus op het moment dat ik het opneem. Goed, laten we naar de wedstrijd gaan. Ondertussen zijn we begonnen en je ziet de rest van de zijkanten ook. Uh, of aan de zijkant ook de rest van de scores. Bas Sikoglu die komt aan de bal hier en die haalt ook uit. En Bas Sikoglu die produceert een afzwaaier. Komen wij goed weg? Gelukkig geen goal dus voor Bas Sikoglu. Komen wij hier met een aanval? We laten Uitstekend voetbal zien. En Herman de German die kan uithalen. Doet dat dwars door de verdediging. Maar de keeper staat daar op de juiste plek. En kan de bal tegenhouden. Helaas geen goal dus voor Herman. Ook een goede kans voor ons om de wedstrijd gelijk open te breken. Maar het gebeurt nog niet. 19e minuut. Lestien ontvangt de bal na een vrije trap. En Lestien gaat schieten. En wat hij gaat doen is naast schieten. Gelukkig voor ons geen goal voor Lestien. Komen we ook weer goed weg. En wederom staat daar Herman om een vrije trap te gaan nemen. Herman de German ziet dat de keeper ver naar rechts staat. Krult de bal de andere hoek in. En zo dichtbij, maar toch zo ver weg. Helaas geen goal voor Herman. Mastour duikt opeens uit, uh, uit het niets op in de voorhoede. Hij schiet ook, maar hij raakt de paal. Helaas geen goal voor Mastour, de jonge Italiaan aan onze zijde. Maar we gaan wel door met aanvallen zoeken. En de uh, tegenstander ook, die komt hier met Bernard Deschi heel dichtbij. Uh, hij probeert ook voor zijn man te komen. Haalt de bal uit vanuit zijn borst ook nog. Hele mooie aanname. Maar recht in de handen voor de doelman. Gelukkig geen gevaar voor ons. Dus zo staan we nog steeds niet 1-0 achter. Maar ook niet 1-0 voor. Misschien nu. We schakelen snel om hier zo. Jijits krijgt de bal en kopt op doelnotenbenen. En Adem die kan net niet genoeg vaart erachter zetten. En helaas is de makkie voor de doelman. En komen we steeds niet op 1-0. Vorige wedstrijd ging het ook al heel lang 0-0 nek aan nek. Maar nu produceren we ook heel veel kansen. Maar nog steeds geen doelpunten. Vidic, die krijgt een, uh, als eerste geel in deze wedstrijd. En Bernardeschi, die staat hier net niet buitenspel. Krijgt de bal in de lucht aangespeeld en neemt hem vol op de slof. En die zit in de kruising. En Butland is helaas kansloos. Bernardeschi, zijn topscorer, die scoort hier. Mijn verdediging die toont ook zwakte. En daar gaat Herman. Misschien kan hij nog wat doen. Herman de German schiet net op de paal en de bal gaat naast helaas. We komen 1-0 achter, maar we zetten hem net niet op 1-1. Lesnien die rent vanaf de middenlijn met de bal met de voet naar voren haalt uit en Les Chien die schiet ook via de paal naast, net als Herman. En zo blijft het nog steeds spannend hier. Munier die kan de bal gaan koppelen voor zijn eerste doelpunt van het team. Munier die bal uh, verlaat ook zijn hoofd zuist richting het doel en de keeper die pakt hem. Zijn doelman die staat geweldig te keeper, zorgt er ook voor dat hij niet op 1-1 komt te staan. En ja, dat is een nadeel voor ons, uiteraard. De 80ste minuut gaat ondertussen in. pakt geel. Batland pakt geel. Dat is best wel een verrassing. En ook geen penalty of vrije trap of iets. Schaar die komt er in ieder geval in voor Rudiger. En de ene Duitse voor de andere. Maar het ziet eruit dat we 1-0 gaan verliezen hier. Fidic verlaat het veld nadat hij ook al geel heeft gepakt. En voor hem komt Jagielka het veld in rennen. En uh, ja, alsjeblieft, boys. Score nog een later goal. Het ziet er niet naar uit. We verliezen hier met 1-0. Dat is dramatisch. Daardoor zakken we misschien ook wel op de ranglijst. We gaan het zien. Ja, we zakken iets op de rang. Ze gaan naar de twaalfde positie. Eentje naar beneden. Maar het is natuurlijk een zwaar verlies. Wat zwaar op de maag ligt. Volgende wedstrijd is tegen Corona. FC Corona. En die staan eventjes, kijken laag. 23ste. Dus dat moet op zich best goed komen. We gaan de oefenwedstrijden weer wegklikken. Sakho, die gaat bezwaar gemaakt krijgen tegen zijn uh, schorsing van drie uh, gele kaarten. Twee wedstrijden. Dat betekent uiteindelijk één wedstrijd schorsing nog. Dan gaan we de vervanging voor Sakho opstellen. En dat zal niemand minder dan Luc Schal zijn. Nastasic, die gaat naar het middenveld. Ja, middenveld, centraal in de verdediging wil ik zeggen. Voor de rest Herman de German, die moet eventjes rust hebben. Dat betekent ook gelijk dat Salah er weer in komt. Herman, vier goals dit seizoen, redelijk belangrijk geweest voor ons. Er zijn meer spelers met vier goals en Salah is daar één van en die komt op zijn positie te staan. Voor de rest, het team speelde oké okay de afgelopen wedstrijd, dus ik laat de opstelling ook zo staan. De aannemers ook klaar met het stadion. Dan gaan we gelijk door met een verwijderbaar gras, of verrijdbaar gras is het zelfs. Verwijderbaar gras, nee het is verrijdbaar gras. Voor de rest gaan we ook de training nog even instellen. Ik weet toch zeker dat ik deze de vorige keer heb ingesteld. Heel vreemd. Maar we gaan hem nog een keer instellen. Uh, Marlon en uiteindelijk Skevet ook. Zo is het hem. Ho. Oh. Wow. Oké, okay, dit is dus een um, vreemde situatie. Want nu is de simulatie net geweest. Met andere woorden, we hebben 4-0 gewonnen de volgende wedstrijd. En daarom zijn de trainingen niet ingesteld. Wauw, we hebben 4-0 gewonnen. De volgende wedstrijd, let it go. <laughs> dit is dus de volgende wedstrijd van morgen eigenlijk al. En we zien het gelijk. Prowse twee keer Sala en Jayitz. Geen wedstrijd dus. Het is een beetje een dubbele episode. Je zal hem daarom ook de dag daarna pas zien. Ik zal het ook uh, gisteren op Twitter wel vermeld hebben dan wat er is gebeurd. We zijn naar de tiende positie gestegen. En dan kunnen we gelijk weer door met de volgende dingen. Want uh, ik klik weer wat op mijn scherm weg. We kunnen een sponsor in gaan stellen. <laughs> Oké, okay, dit had ik dus echt niet aan zien komen. Uh, voor de rest, twee ronden nog steeds. Ja, die is nog steeds bezig. Wat is dit? Um, klaar om het stadion uit te voeren. Dat hebben we net gedaan. Die hebben we aan het werk gezet. Selectie. Voor de rest prima in orde. Uh, Jajic, die moet eventjes rust hebben. Dus... <laughs> hij heeft dus wel gelukkig voor ons de opstelling nog meegerekend. Maar voor de rest uh, heeft hij gezegd van uh, no go. En voor de rest volgende wedstrijd. Dat baal ik op zich best wel van. Maar het maakt voor deze keer niet uit. als zie je maar een dubbele episode in één keer. Sjaar, die gaat er voor de volgende nieuwe wedstrijd op zien. Of opzetten. En uh, voor de rest, Marlon, denk ik dan maar voor Zule. Ja, ik weet dat Marlon uh, in de training staat. Maar dat was niet de bedoeling eigenlijk. Maar Sule, die moet even rust hebben. Gun een paar spelletjes rust. Mastoor zal vanaf morgen ook weer rust krijgen. Dan gaan we maar weer door naar de trainingen. Wauw, ik uh, ben een beetje flabbergasted hier. Van ondersteboven, zoals ze dat ook wel noemen. Volgende wedstrijd is in ieder geval tegen PSV Eindhoven. Die staat gelijk met ons. Dat doet een hele zware wedstrijd. Voor ons heel belangrijk. Zijn topscorer, Suarez, die speelt sowieso mee. Voor de rest zie je Kovacic iets met vier doelpunten. Ook heel belangrijk. In ieder geval, mijn naam is Kilman VVZ. Sorry voor de dubbele upload. Sorry voor de upload die er niet was voor gisteren. Maar we hebben hem nu weer ingehaald. Daarnaast uh, hoop ik dat je het toch hebt genoten. Laat dan vast even een like achter. En ik zie je morgen terug voor een nieuwe episode. Later!